allemaal. Vandaag heb ik eindelijk weer eens een keer een nail art voor jullie. Ik heb deze nail art gemaakt vorige week. Ik had daarvan al een foto geplaatst op Facebook. Ik zal die foto nu eventjes nog voorbij laten komen. Het is eigenlijk een vrij eenvoudige nail art. Ik had vrijdag een bruiloft. En ik wilde nog even snel iets leuks op mijn nagels maken. En ja, uiteindelijk is het deze nail art geworden. Heel simpel en echt heel snel te doen. Ook heel makkelijk om met je moeilijke hand te maken. Ik heb deze nail art nu inmiddels al een paar dagen erop zitten. Het begint nu een beetje lelijk te worden, omdat ik natuurlijk ook gewerkt heb. En door al het veilen en al die vloeistoffen, ja, beschadigt het gewoon. Maar ik heb er eventjes twee afgehaald. En deze ga ik nu eventjes opnieuw voor jullie doen, zodat jullie precies kunnen zien hoe ik hem heb gemaakt. Op Facebook zeiden jullie allemaal dat jullie het stap voor stap wilden zien. Dus dat laat ik vandaag eventjes zien. Ik heb mijn nagels gelakt met het lakje van Sally Hansen. Sweetie Pie. Echt een superleuk roze lakje. Ik heb hem echt al heel vaak gebruikt de laatste tijd. Dus daar heb ik eerst mijn nagels gewoon mee gelakt. En ik wilde per se die kleur, omdat die ook al op mijn teennagels zat. En ik had geen zin om mijn teennagels nog te gaan veranderen voor die bruiloft. Dus ik dacht, ik moet die kleur sowieso op mijn handen. Vervolgens gebruik ik drie verfjes. Dit is gewoon acrylverf. En dit is op waterbasis. Deze verf kun je gewoon bij hobbyzaken. Volgens mij heb ik deze zelfs gewoon van het kruidvat. Kun je daar halen. En daarmee ga ik deze kleurtjes door elkaar maken. Je moet best eventjes snel werken. Ik gebruik hiervoor een klein kwastje. Heel smal kwastje. Ik heb die drie verschillende kleuren verf op een kartonnetje gedaan. Dat is makkelijk. Hoeven die flesjes allemaal niet open te staan. En zo heb je alles handig bij de hand. Ik begin met de lichte kleur. Wit. Die breng ik aan in de hoek. Een paar verschillende puntjes. Ik heb hier een watje liggen. Dan smeer ik hem gauw even af. Vervolgens doe ik wat van de roze verf. Mijn hand. Daar breng ik ook wat verschillende stipjes van aan. Ik wrijf het kwastje weer even af. Ik doe tussendoor trouwens altijd het kwastje eventjes in mijn mond. Ik zorg wel dat de verf er dan een beetje af is, maar op zich kan het geen kwaad. En vervolgens zet ik nog wat zwarte stipjes. Doordat je het kwastje even in je mond doet, is het kwastje net even wat natter. En kun je de kleurtjes makkelijker door elkaar mengen. En vervolgens ga ik dus de kleuren door elkaar mengen. Komt niet zo nauw. Ja, het hoeft niet zo heel erg precies. Meng ze gewoon een beetje door elkaar. Zorg wel dat je nog wat verschil in kleur kan zien. Als je nou hier en daar wat lelijke lege plekjes hebt, kun je eventueel nog een beetje van de verf aanbrengen en er dadelijk nog een klein beetje extra mengen. Dus ik heb nu nog wat wit aangebracht. Nou, ik doe het dan zo schuin in die hoek. Klein beetje zwart. Nou, en als je denkt dat het goed is, dan stop je gewoon. Je moet ook niet te lang doorgaan met mengen, want dan, ja, op een gegeven moment worden alle kleuren dan door elkaar gemengd. En dan ziet het er ook niet meer zo mooi uit. Dan ga ik verder met de ringvinger. Doe ik precies hetzelfde. Kijk, ik heb hier trouwens die watjes liggen. Pak ik weer de witte verf. Zet ik wat verschillende stippen. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is op de camera. Pak ik nog wat roze. Ik ben de laatste tijd wat aan het experimenteren geweest met verschillende nail art filmpjes. Maar het is nog niet helemaal naar mijn zin. Het is zo lastig om het allemaal mooi duidelijk in beeld te krijgen. En
Ik weet eigenlijk nog steeds niet zo goed hoe ik het moet doen. Zo, dan heb ik weer de stippen gezet. En dit meng ik weer door elkaar. Maak gewoon verschillende golfjes en boogjes. En daardoor gaan de kleuren vanzelf door elkaar. Nog een heel klein beetje wit hierbovenin. Zo. Dus nu heb ik die twee ook gemaakt. Op zich ziet het er wel leuk uit, maar het is eigenlijk nog heel rommelig. En omdat ik het toch net een beetje mooier en strakker wilde hebben, heb ik er nog wat stipjes bij gemaakt. Dit maakt het geheel net een beetje netter en iets strakker. Dus je kan gewoon dezelfde verf gebruiken als van het paletje. Hiervoor gebruik ik ook gewoon een kleine dotting tool. Ja, de mijne is helemaal smerig. En met zwart zet ik dan ook wat stipjes. En met wit ook nog een paar. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Laat het eventjes goed drogen. En daarna kun je nog de topcoat aanbrengen. Ik gebruik zelf deze glitter topcoat van Essence. Ik weet niet meer of ze deze nog verkopen. Maar ik vind het echt een heel mooi glittertje. En omdat alle kleuren vrij mat zijn op mijn nagels, vind ik het wel mooi om een beetje een glitter topcoat te gebruiken. En je moet ook echt een topcoat gebruiken. Want de verf die ik heb gebruikt is op waterbasis. Dus als je er geen topcoat overheen zou doen, dan als je je handen wast, is alles er in één keer weer af. Dus dan is de nail art klaar. Je ziet het is een hele simpele, eenvoudige nail art. En het is dus ook heel gemakkelijk om dit met je linkerhand te doen. Of in ieder geval met je moeilijke hand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.